Voordat de voorstelling Het Verzet kraakt om 8 uur begint, is er nog een heel gebeuren aan vooraf gegaan. Te beginnen met de ontvangst in een oud bagagedepot, nagemaakt uit de Tweede Wereldoorlog met een originele trein. Het is een heel groot geheel. De mensen die worden gewoon helemaal volledig verrast. Ze komen binnen, ze gaan over plankton, ze komen over het water. Dan komen ze een gigantische grote hal binnen waar met z'n allen heerlijk gaan dineren. Er zijn heel veel vrijwilligers die meegewerkt hebben. Ja, dat zijn 500 ongeveer. Het is een hele operatie. Zo moeten 900 mensen tijdens deze try-out te eten krijgen. En straks bij de echte voorstellingen zijn dat er zelfs 1300. Ja, het gaat echt om het eten uit 1944. Dus de vermicelli soep zoals die vroeger op tafel stond met brandnetel. Dan een echte rundegoulash met een stampotje van rode biet en ui. Als ik zelf iets van haché-achtig iets zou maken thuis, dan heb ik aan één pannetje genoeg. Hoeveel maak jij? Wij hebben 5000 kilo gemaakt. Dus het is een behoorlijke hoeveelheid. We hebben 25 dagen lang iedere dag 100 kilo vlees moeten verwerken. En dan komt de garnituur doorheen en dan krijg je een hele mooie goulash zoals het hoort. Heerlijk. Ja, we hebben een beetje een stampot met lekker vlees en uien. Is heerlijk. Ja. Gaat u vaak naar het theater? Nee, nooit. Ik heb theater in huis. En terwijl iedereen aan de dikke haché zit, een stampot, en dan zit er één iemand aan de sla. Ja, precies. Ja, ik kan helaas niet mee eten. Waarom niet? Ja, ik heb celiakie, dus ik mag geen gluten. En dan hoorden wij eigenlijk vanavond pas dat het morgen pas glutenvrij is. Helaas. Dan heb je pech in hem, maar ja, salade is op zich ook wel lekker. Ja, jawel, dat is prima. Hebben ze net voor mij nog even geregeld, dus dat is goed. Maar ja, hoogtepunt van het eten is toch echt het toetje. En als dessert een zelfgemaakte flaflip en ze mogen de slagroom zelf kloppen aan tafel. Terwijl het publiek druk is met slagroomkloppen, worden de laatste voorbereidingen voor het theaterstuk zelf gedaan. 8 uur begint de voorstelling. Een paar seconden voor 8, hoe zit jij er dan bij? Ja, ik heb nu al wel een beetje klamme handjes. En ik heb natuurlijk met de repetities al een paar keer moeten slikken, maar ik denk dat ik wel even een traantje ga laten. Ja. Ja, het is echt waanzinnig dit. Mijn vader was een die heeft bijgedragen aan de bankroof. Die zat bij de sabotageploeg in Almelo. En die is toen gevraagd door de knokploeg om assistentie te verlenen, om op de uitkijk te gaan zitten. En ik heb mijn vader nooit gekend. Die is overleden toen ik 7 was. Hij heeft jarenlang in het ziekenhuis gelegen. En er is in de jaren 70 een documentaire gemaakt over de bankroof. Dus ik keek die om mijn vader te zien. En later dacht ik pas, ja, dat is eigenlijk toch wel een heel mooi verhaal. Volgens mij Laurens ten Denk kwam met het idee van een theatervoorstelling. En nu zijn we hier. Ja, echt ongelooflijk wat allemaal gebeurd is. Het verhaal draait om een groep verzetsmensen, waaronder Dirk Smoes. Ze vatten het plan op om 46 miljoen gulden te stelen bij de Nederlandse Bank in Almelo om te gebruiken voor het verzet. KB Almelo, wij wachten op toestemming en instructies. Londen geeft toestemming. Slecht, Dirk, slecht. Ik wil naar hier niet. Dat kan ik niet zien. Dat kun je wel, maar dat weet je niet. Wij wilden graag de directeur spreken. Wat vond u van de voorstelling? Ik ben trots op Almelo. Ik vond het een prachtige voorstelling. Een musical wordt een volksopera. Prachtig. Hartstikke mooi. Diep onder indruk dus. Ja, ik vond het echt fraai. Ook de zoon van de leider van de overval woonde de voorstelling bij. Ik vind dat men de behoorlijke lijn van de inhoud heeft gevolgd. Het wijkt niet af van de waarheid. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel een musical. Het moet natuurlijk ook enige mate attractief blijven. Ik kan me wel voorstellen dat het heel bijzonder voor u is dat deze voorstelling er nu is. Ja, maar ik vind het heel bijzonder omdat daarmee recht wordt gedaan aan datgene wat mensen doen die uit maatschappelijke of religieuze principes zeggen tot zover en niet verder. En daar vind ik deze musical erg heel goed in geslaagd. Nog een traantje weggepinkt? Nee. Het raakt je wel, dus je raakt wel door geëmotioneerd, maar dan is het ook dat. Of de bankroof ook gelukt is, moeten zelf maar gaan kijken. Vrijdag is de officiële première en daarna volgen er nog zo'n 20 voorstellingen. Hij is niet dood. Ja, voor mij wel. Voor mij is hij dood. Hij heeft ons alleen gelaten, mij en de kinderen.